organisatie eigenlijk ontstaan vanuit de ontvullers, vanuit een stuk vrijwilligerswerk. Het is nog steeds allemaal vrijwilligerswerk wat we hier doen. Dus, en ja, we hebben gemeente ook toch ook geprocureerd en toch iets te moeten doen. En we hebben bedacht, ja, wat gaan we doen en op welke manier gaan we dat doen? Het leek ons goed om de drie locaties die er zijn, op een manier zodanig te ondersteunen dat ze ook de dingen kunnen krijgen die ze anders misschien niet zouden kunnen krijgen. En daarvoor hebben wij de maandopbrengst van de winkel aangevuld met geld vanuit de Odd Fellows, vanuit de damesboot en de herenboot, de Rebecca's en de Loosje hebben wij bij elkaar gezet. En juist met de intentie om dat te doen. Nogmaals, met heel veel dank natuurlijk ook aan alle vrijwilligers, ook alle vrijwilligers die hier in de winkel werken. Want anders had het ook nooit gekund natuurlijk. Dus we hebben ik heb even een check gemaakt voor. Goed. En die wilde ik, als het goed is, mag deze dame die aan u overhandigen. Okay. Dus als u even mij overhandigen. Ja, goed. Dan gaat het zo, hè? Oh, ja, we hebben de tijd. Ik heb tot 5 uur vanavond. Tot 5 uur? Ik hoop dat je het redt. Mijn werk dit, hè? Ja, joh. Nee, dat is super fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, van de week dacht ik, goh, waar is je 10.000 euro Oekraïne? Alles wordt door het Rijk betaald, dus waarom zouden we dat doen? Kunnen we dat geld niet beter besteden? Maar toen hoorde ik natuurlijk, ja, er zijn nog heel veel zaken die... ja, die het Rijk niet betaalt. En dat zijn uitjes, fietsen, jij weet veel beter waar het allemaal voor gezet kan worden dan ik dat weet. En dan is het fantastisch weer op te zien dat de samenleving, heel veel vrijwilligers, dit zeg maar het lot aantrekken. En zeggen wij komen in de benen, wij gaan iets doen. En wij gaan een waardecheck, maar liefst de waarde van 10.000 euro van een keer laten zien. Dat is wel heel erg mooi. Ik ben overtuigd dat het heel erg goed terecht zal komen, met name voor die zaken. Ja, dat laten we wel wezen. Ondanks dat wij de opvang hier in Nederland goed voor elkaar hebben, blijft het wel opvang. En blijft het wel dat je met heel veel mensen in een gebouw zit, in een kamertje. En dat er dan momenten zijn waarop je even eruit kunt naar het Walibi, of dat je kunt fietsen, of dat er anderszins dingen zijn waardoor we het leven draaglijker kunnen maken, leuker kunnen maken, mooier kunnen maken. Dan is zo'n waardecheck buitengewoon... wordt in buitengewoon veel dankbaarheid aanvaard. Dus ik ga hem doorgeven. Ik ga hem doorgeven aan, denk ik, de locatiemanager van ons. Hè? Of niet, locatiemanagers. Twee. Dus ik geef hem gewoon, want jullie gaan iets moois doen. Absoluut. Dat is zeker. Dank je wel. Ik vind het veel mooier dat ik het van hen kan maken. Ja, zij hebben het werk. Kijk, ik ben alleen maar... voor de boekenkast. Ja, en ik denk ook, ja, het is gewoon heel waardevol. Want het is hier ook al heel waardevol binnenkomen. Want wat hier op de tafel ligt, dat schiet zaken vol. Ja, en dit is wel een stukje Oekraïne, wat dan even hier is. Dus het is echt heel waardevol. Dus ook een klein gebaar heeft groot effect. Absoluut. Dus dit is heel waardevol, maar dit ook. En ik liep hier rond en ik denk, wauw. En ik zeg tegen Ali... Maar mooi zou het zijn als je een keer een kopje koffie kon drinken en een boek kan lezen. Want kopen, dat zit er denk ik niet voor in, maar als je een keer mag kopen. Er zijn wel heel veel koppen. Ja, oké, ze zijn bijna. Ja, kunnen we hele boeken verkopen. 10.000 tot 5.000 boeken verkopen. Nee, we gaan graag aanvragen om een paar mooie boeken uit te zoeken. Dus ik denk ja, soms heel, heel, heel erg bedankt. En we hebben al een beetje gehad van hé, wat zouden we leuk vinden. En de behoefte van de mensen is echt om een heel gezellige koffie-thee corner. Want thee drinken is voor Oekraïners heel belangrijk. En dat gebeurt allemaal een beetje in de keuken en zo. En ze zouden het zo fijn vinden. Dus eigenlijk willen we dat in ieder geval al heel tastbaar voor maken. Dat ze elke dag ergens van kunnen genieten. En daarnaast is het natuurlijk een uitje banen die ook helemaal waard. En bijvoorbeeld. Maar fietsen ook hoor. Nee, je hoeft wel echt waar. Dank je. Ja. Dank u wel. Ja, heel erg bedankt allemaal. 10.000 euro. Leuk. So much. Ja, goed. Ja, dat kan niet, maar. Ja, mooi. Dat is het geval,